Hoi en welkom bij een nieuwe video van In Love with Pink. Vandaag heb ik voor jullie een shoplog. Het is geen shoplog van wat ik in één keer gekocht heb, maar wat ik in twee keer gekocht heb. Zo ben ik gisteren met mijn moeder wezen winkelen. En een paar weken geleden ben ik ook met mijn moeder wezen winkelen. Gisteren was eigenlijk puur voor nieuwe make-up. En een paar weken terug was puur voor kleding. Dus ja, alles wat ik tezamen gekocht heb, dat laat ik jullie vandaag zien in deze nieuwe video. Om te beginnen ben ik gisteren samen met mijn moeder naar Mousette geweest. Dat is een chocolatier, bij ons in de stad. En die verkopen echt hele lekkere chocolade. We hadden allebei echt zin in wat lekkers. Gewoon met het koude, vieze weer elke keer. Om dan gewoon elke dag even een lekkere bonbon te nemen. En dan heb ik deze gekocht. Dit zijn slagroomtruffels. En ik ben heel eerlijk als ik zeg dat ik dol ben op slagroomtruffels. Maar mijn voorkeur gaat uit naar de truffels van de Bijenkorf. Die hebben net de juiste verhouding tussen het zoete van de slagroom en het bittere van de chocola. Maar mocht jij nou van hele bittere chocola houden, dan is dit zeker een aanrader. Want hier proef je voornamelijk de bitterheid en bijna geen zoetigheid. Maar toch zijn ze ja, nog best wel lekker. Dus dit is sowieso een aanrader om in huis te halen. En dan heb ik ook nog een paar bonbons gehaald. Ik heb er zelf al twee op. Maar dit zijn de rest van de bonbonnetjes. En ik vind het dan altijd lekker om zoiets te halen en dan gewoon elke dag één bonbon te eten. Dus niet dat je alles in één keer naar binnen werkt, maar dat je er gewoon echt even van kunt genieten. Even zo'n momentje voor jezelf kunt pakken. Dus ja, dat is wat ik aan lekkere dingetjes gekocht heb. En dan over naar de kleding, want ik heb een aantal items gekocht. Ik heb ze helaas nog niet kunnen dragen, omdat het weer het echt nog niet toeliet. Maar dit is het eerste item. Dit is een truitje met lange mouwen. En die mouwen die hebben dan wijd uitlopende mouwtjes als het ware, die hier gestrikt zitten. En wat het grappige is dat de mouw helemaal open is. Deze heb ik gekocht bij de Primark. Ik heb het prijskaartje er al van afgeknipt. Dus ik weet niet precies meer hoe duur die was, maar ik geloof dat die rond de 13 euro was. En dan heb ik ook nog een rok gekocht. Het is een vrij lange rok. Hij komt tot halverwege je kuiten. En dat is deze rok. Hij is een beetje zalmroze met stipjes. En dan heb je een onderrok die tot net, ja, ik denk halverwege je bovenbenen, net een stukje boven je knieën uitkomt. En de rest is dan doorzichtig. En deze kun je heel leuk combineren met een paar zwarte pumps of van die veterpumps. Dus ja, gewoon ideaal voor het lenteweertje. Dan heb ik ook nog een blouseje gekocht. Oh, zit een beetje in de knup. Zo'n zwart-wit gestreept blouseje met aan de bovenkant van de schouders zit dan zo'n goud gespje. En hij heeft 3/4 mouwtjes met gouden knoopjes. En deze is dan wat langer aan de achterkant dan dat hij is aan de voorkant. En deze was 13 euro en die heb ik ook bij de Primark gekocht. En ook nog bij de Primark is een ander t-shirtje, dat is deze. Met allemaal vrolijke kleurtjes, korte mouwtjes met een knoopje eraan. En deze strikje ook nog eens. Hij is vrij lang, hij komt echt tot net over mijn kont. En de mouwtjes die zijn ook weer open, dus echt de cold shoulder mouwtjes. Dat is iets wat je tegenwoordig heel veel ziet. En deze was 16 euro bij de Primark. En dan is dat eigenlijk alles wat ik aan kleding gekocht heb. Dan heb ik ook nog een paar schoenen gekocht. Ik was al heel lang op zoek naar een paar nieuwe sneakers. En tot nu toe kon ik elke keer niet slagen. Ik heb echt zoveel sneakers aangehad. En allemaal is net bij, zeg maar, waar je kleine teen zit, dat ze daar gestikt zijn en dan heel erg gaan irriteren en blaren gaan lopen. Of dat ze gewoon net niet mooi genoeg waren of net niet helemaal lekker zaten. En gisteren kwam ik dus een paar sneakers tegen die ik qua kleur heel erg leuk vond. En die ook nog eens heel erg lekker zaten. Dus die heb ik meegenomen. En dat zijn deze. Ze zijn een beetje zo'n legergroen kleurtje met een dikke witte schuimzool. En deze zijn van Haren, van hun eigen merk geloof ik. En deze waren ook nog eens in de aanbieding voor 25 euro. Dus ja, dan kun je zoiets nog best wel meenemen. En ik draag niet vaak, echt heel vaak sneakers. Meestal loop ik toch op hakken of op mijn laarzen.
Maar ja, soms is het gewoon lekker om sneakers aan te hebben. En dan is het toch wel fijn om een paar te hebben. Dus dat zijn deze. En dan ben ik ook nog bij de Douglas geweest. Daar heb ik nog wat make-up gekocht en bij het Kruidvat. Dus daar zou ik nu even alles kunnen pakken. Als het eruit wil komen. Ik heb bij het Kruidvat van Catrice deze wimperapplicator gekocht. Door de chemo's zijn namelijk mijn wimpers nu ook aan het aantasten. Mijn wenkbrauwen beginnen kleur te verliezen. Dus die teken ik bij, dat is geen probleem. Maar mijn wimpers beginnen heel erg af te breken en uit te vallen. Dus ik wil eigenlijk wel overgaan op nepwimpers. Maar ja, dan moet je ze eerst halen. Dus ik dacht, dan neem ik ook gelijk zo'n applicatortje mee. Ook heb ik een nieuwe oogschaduw blending brush gekocht van de Essence. Ik heb er al een van de Essence en die vind ik heel erg fijn. Dus vandaar dat ik er nog eentje bij gekocht heb. Dan heb ik ook nog dit 2-in-1 eyeshadow en liner waterproof oogschaduwpennetje gekocht. Dus deze. En dat is een hele zachte beige kleur met een glimmertje erin. En die vond ik wel heel erg mooi. Echt, de prijzen trouwens van al deze dingen, die weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar ja, ik denk dat ze allemaal zo rond de 2-3 euro ligt van Essence en Catrice. Dat is allemaal niet zo duur. Maar goed, dit is dus het oogschaduwpotlood. Allemaal achter neer. Dan heb ik ook nog van NYX Cosmetics de NYX Liquid Suede crème lipstick gekocht. Dit is een hele mooie kleur. Heeft hij ook een nummertje? Ja, nummer 09. En als je hem aanbrengt, is hij eerst glanzend, maar hij droogt dus een beetje mat zwerdeachtig op. En dat is dus dit kleurtje. En die vond ik wel echt super, super mooi. Dus ik dacht, die moet ik echt meenemen. En NYX Cosmetics is sinds kort te koop bij Douglas. Dus mocht je ze willen scoren, ga dan gewoon even bij Douglas kijken. Heb ik verder nog de Essence Prismatic Rainbow Glow Highlighter. Ik heb deze een paar keer op YouTube voorbij zien komen. En ja, ik vond hem gewoon geweldig. Ik hou van highlighters, ik hou van glans, ik hou van kleurtjes. Dus ik dacht, deze moet ik zeker meenemen om een keertje te proberen. Dan heb ik ook nog een oogschaduwpalet gekocht van NYX Cosmetics, NYX Ultimate Shadow Palette. En dat is een heel mooi palet met echt ontzettend intense kleuren. Het zijn geen kleuren die ik normaal gesproken droeg. Maar ik merk de laatste tijd dat ik toch wat meer val op de uitgesprokenere kleuren. En ja, naast als oogschaduw zou je ze ook als eyeliner aan kunnen brengen. Dus dan kun je een mooie regenboog eyeliner effect maken. Even kijken. En dit is dan hoe dat palet eruit ziet. En ze zijn echt super gepigmenteerd en ze hebben weinig fallout, want dat is wat ik in de winkel al geprobeerd had. En ja, ik werd eigenlijk helemaal verliefd op dit palet en dus heb ik die ook maar meegenomen. Heb ik nog twee kwasten meegenomen. Nog een rond oogschaduwpenseel, deze is gewoon van het Kruidvat. En nog een blushpenseel, ook van het Kruidvat. Deze twee had ik al, maar ik was mijn kwasten regelmatig en ik baalde dan echt van dat je bijna 2 dagen moet wachten voordat ze echt goed droog zijn. Dus dan heb ik altijd nog een extra setje achter de hand, dat ik in ieder geval nog gewoon mijn make-up kan doen en dat ik niet make-uploos over straat hoef. En dan heb ik nog van Duo de wimpergel gekocht. Ik heb ooit wel eens nepwimpers gehad, al van Catrice of van Essence, ik weet het niet meer. Maar die wimperlijm, daar had ik niet zoveel aan die erbij zat. Dus ik heb zelf een wimperlijm gekocht en ik hoop dat deze wel goed is en goed blijft zitten. Maar dat is in ieder geval waar ik heel veel positieve reviews van heb gelezen. En dan heb ik tot slot nog een lip liner. Ik heb nog nooit lip liner gebruikt, maar ik wou het eens gaan proberen. Dit is in een hele mooie rode kleur, maar toch met een beetje een violetachtige ondertoon. Deze. En daar heb ik ook een lippenstift bij gekocht, ook van de Essence. De Matte 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 05. En dat is echt een hele mooie rode kleur die heel goed past bij de lip liner. Dus deze kleur. En dan heb ik tot slot ook nog een nieuwe pruik gekocht.
Dat is degene die ik nou op heb. Ik vond dit kleurtje echt zo mooi. Ik heb nu al een blonde en een paarse pruik. En ik dacht, ja, ik ben eigenlijk ook wel toe aan wat nieuws. En ja, toen ben ik gewoon gaan rondkijken bij Het Pak. Dat is echt een van mijn favoriete pruikenwinkels. En toen zag ik dit kleurtje. Ik dacht, nou, laten we gewoon eens gaan passen. En zodra ik deze pruik opzette, was ik gewoon meteen verliefd. En deze was ook nog eens vrij betaalbaar. Ik geloof dat die 60 euro was of zo. Dus ja, vandaar dat ik hem niet kon laten liggen. Hij is best wel lang qua haar. Hij komt net over mijn schouderbladen heen. Dus tot halverwege mijn rug ongeveer. En hij heeft een beetje een schuine scheiding erin zitten. Hij is heel makkelijk op te zetten. En nou ja, meestal als ik een pruik opzet, dan is dat om naar buiten te gaan. En als ik thuis kom, dan doe ik hem weer af. Maar deze heb ik vandaag voor het eerst op. En eigenlijk heb ik hem al de hele dag op. Hij zit gewoon lekker. Hij jeukt niet. Hij irriteert niet. En deze is van het merkje Bobby Bos. Dus ja, mocht je daar ook interesse in hebben, ga dan vooral een keer bij Het Pak kijken. Daar helpen ze je heel erg goed. En mag je ook eigenlijk alles passen. En dan zie je ook meteen wat voor jou werkt en wat niet voor jou werkt. En dan heb ik tot slot nog een nieuwe tas gekocht. Ik kon het gewoon niet laten. Ik heb echt een ongelofelijke zwak voor de Valentino by Mario Valentino handtasjes. Dat komt enerzijds omdat ze gewoon geweldig zijn. Ze hebben mooie kleurtjes, leuke formaatjes. En gewoon best wel veel uitstraling. En het is natuurlijk Valentino. Maar deze collectie is dan zeg maar wat betaalbaarder. Ik zou heel graag een rockstuk tas willen hebben. Maar ik vind 1700 euro voor een handtas toch best wel aan de hoge kant. Dus heb ik een ander tasje gekocht. Deze vond ik toevallig gisteren bij Topshelf. En dat is dit tasje. In het babyblauw. Hij is echt super schattig. En hij heeft bovenop heeft hij dan twee gaten waar de ketting uitkomt. Dit is het draaghengsel en die is in het goud. En zoals je kunt zien komt hij aan twee kanten eruit. Maar je kunt hem dus zo dragen als dubbele ketting. Of dat je hem juist helemaal zo draagt dat je de voorkant wat meer naar voren haalt. Of meer de achterkant. En hij heeft een hele fijne sluiting. Net zoals mijn vorige Valentino tasje. Dat is hieronder. Daarmee klik je hem open. En dan zit er ook nog een rits in. Ik zal even openmaken. En dan heeft hij een beetje gouden bekleding. En daar zit dan ook nog een rits in. En hier nog een binnenvakje. En dit zijn gewoon van die ideale tasjes voor als je uitgaat. Of als je boodschappen gaat doen. Of gewoon even snel de deur uit moet en alleen maar je portemonnee en je telefoon nodig hebt. Wat dus eigenlijk bijna praktisch altijd is. Dus ja, dit is echt een geweldig tasje daarvoor. En ja, de hardware op zich. Ik heb al eerder een Valentino tasje gehad. En ik moet zeggen dat de kettingen, de draaghengsels heel erg goed blijven. Zeg maar, deze hardware logo's blijven ook heel erg goed. Alleen als je er eentje hebt, die lijkt op de Yves Saint Laurent. Met de, hoe heet dat? De kettingjes zeg maar daaronder. Die kettingjes die verkleuren wel. Dus dat is een nadeel. Maar deze heeft dat niet. Dus ja, vandaar dat ik het wel aandurfde om deze mee te nemen. En deze heb ik dus gekocht bij Topshelf voor €89,95 als ik het goed heb. Dus ja, mocht je een Valentino tasje willen scoren voor een beter betaalbaar bedrag, ga dan vooral even bij Topshelf kijken. En kijk anders ook op Zalando, daar verkopen ze ook dit soort tasjes. Dat waren eigenlijk al mijn geshopte items van de afgelopen tijd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik gekocht heb. Laat in de comments ook vooral even achter wat jouw favoriete item is en wat jij nog graag zou willen kopen voor deze lente en zomer. En vergeet ook vooral niet om een duimpje omhoog te geven als je deze video leuk vindt en meer van dit soort filmpjes wilt zien. Alvast bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer.